Hoe voel je je? Ja, een blij mens. Echt een heel blij mens. Ja, want had je dit verwacht? Had je erop gehoopt? Ik had er zeker op gehoopt, maar ik had het niet verwacht. Nee, nee. En nou ja, je hebt er natuurlijk heel veel voor moeten doen. Kan je een voorbeeld noemen van, nou ja, waarvan je zegt van, nou ja, dit heb ik wel echt voor moeten laten? Nou ja, kijk, ik ben vorig jaar mijn eigen restaurant begonnen. En dat klinkt allemaal heel leuk en dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar het is knetterhard werken. En ja, wij hebben een restaurant die 7 dagen in de week geopend is. En ik ben een perfectionist. En dat is heel, heel moeilijk en heel vermoeiend. Maar dan sta je dus gewoon eigenlijk het eerste half jaar elke dag te beuken. En dat is wel echt pittig. Weet je, en dan heb je geen tijd om dingetjes voor jezelf te doen of tijd voor je privéleven, wat ik ook heel belangrijk vind. Ja, en dat begint nu wel een beetje om te draaien. Dus ja, nu ben ik een blij mens. Maar ik heb er veel voor moeten laten. Want hoeveel dagen in de week sta je er nu te koken? Nog steeds 7 dagen? Of heb je dat inmiddels terug kunnen brengen naar, noem 5? Nou, ik sta er nu sowieso 6 avonden. Ik neem 1 dag vrij en meestal 1 middag. Want zaterdagmiddag zijn wij gesloten. En ja, het moet een beetje zijn weg vinden ook. Eerst had je natuurlijk alleen de focus op het koken. En nu ben je mede-eigenaar van restaurant Daalder. Hoe houd je dan die focus vast op, nou ja, op beide eigenlijk? Nou, ik vind dat daarin niet heel veel veranderd is met mijn vorige job. Want daar bemoeide ik me ook met alles eigenlijk. En daar kwam eigenlijk ook het gevoel uit van, ja, misschien moet ik wel wat gewoon voor mezelf gaan doen. En ja, nu dat je nieuwe zaak opent, dan moet je gewoon eerst de focus hebben op de keuken. Want dat is gewoon echt wie je bent. Dus dat hebben we ook echt gedaan. En ja, we zijn nu echt bezig ook om in de bediening genoeg tijd te steken. En ja, ik ben blij. We hebben goede mensen. Dus ja, dat geeft me ook wel rust. Wil je kookstijl eens omschrijven? Mijn kookstijl omschrijven? Gewoon fucking lekker eten. That's it. Ja. Nou ja, daar is geen woord aan toe te voegen, lijkt mij. Nee. En hoe ga je het nu vieren? Nou ja, mijn jongens wachten natuurlijk in het restaurant. Want die draaien gewoon servies vanavond. En de afspraak was, als we winnen gaan we vanavond met z'n allen borrelen. Dus we gaan met z'n allen op stap. Ja. En als laatste vraag, waar sta je over 10 jaar? Over 10 jaar... ben ik de gelukkigste man op deze planeet? En heb ik het mooiste restaurant van Amsterdam.